Ja, het was kwestie van gewoon volle bak die klimmetjes naar boven te blijven sprinten. En geen fouten te maken. Het is wel een cross waar je moet blijven concentreren. En ik was pas zeker, als ik de laatste keer naar beneden reed, ik raakte ook moeilijk in mijn pedalen. En mijn rug begon toch wel te vermoeien uiteindelijk. Het was prachtig. Ik heb genoten van begin tot einde, maar het was wel slopend. Ik was goed mee weg. Mijn tempo lag direct heel hoog in het begin van de wedstrijd. Ik denk dat Eli voor die seconde wilde gaan van de XV Trofee. Maar ik kon mij best goed handhaven voorin. En dan heb ik inderdaad even een dikke halve ronde aan de leiding gereden, denk ik. Ja, natuurlijk dat dat heel veel deugt. Vorige week de Europese titel bij de belofte was heel mooi. Maar om een derde plaats tussen de elite trainers voor mij persoonlijk nog een stapje hoger. En het ging heel goed. Ik voelde me van in het begin zeer sterk en kon elke ronde opschuiven. Ik heb het voor de wedstrijd al tegen Thibaut gezegd, van, ik voel me niet helemaal fit. Zeg, als de kansen zijn, dan wil ik die zeker geven voor de overwinning. Thibaut rijdt uiteindelijk ook niet het hele klassement, dus dat maakt voor de overwinning ook niet uit. Dus ja, vandaag doe ik een hele goede zaak, maar ik had dan nog wel graag op het podium gestaan.